Auteur Ruth Sinkeler heeft afgelopen woensdag haar boek Sexy Leiderschap gepresenteerd tijdens de reguliere themaavond van de schrijversgroep 77 in Tori Oso. In haar boek brengt ze ondernemers kneepjes bij over ondernemerschap. Zelf is ze in het dagelijks leven ondernemer en trainer. Het boek heeft ze in 2014 gepubliceerd. Tijdens haar presentatie vertelde ze de aanwezigen waarom ze koos voor de titel Sexy Leiderschap. Maar het was niet gebruikelijk tot 2014 om het woord sexy en het woord leiderschap te combineren. En toen ik dit boek aan het schrijven was, kwam ik uit een hele moeilijke periode in mijn leven. En eigenlijk heb ik dit boek geschreven om mezelf uit dat diepe dal te trekken. En dat is ook wat het boek voor mensen doet. Daar gaan we het straks meer over hebben. Maar op dat moment in mijn leven, 2013, begin 2014, vond ik mijn leven niet meer zo leuk. Het ging niet zo goed, het ging met mij niet goed, ik vond mijn leven niet meer zo leuk. Dus ik vond mijn leven ook niet echt aantrekkelijk meer. En toen dacht ik van, hoe kan ik mezelf, ik ben trainer, ik ben coach, ik help anderen, hoe kan ik mezelf helpen om er weer bovenop te komen? Hoe kan ik mijn leven weer leuk en aantrekkelijk voor mij maken? En toen ik dit boek ging schrijven, dacht ik, ja, hoe ga ik het noemen? Charismatisch leiderschap, authentiek leiderschap. Maar dat vond ik allemaal zo saai. Ik vond het allemaal zo voor de hand liggend. En toen dacht ik, ja, die titels zijn niet sexy. En zo ben ik eigenlijk gekomen. Toen dacht ik, hé, maar sexy leiderschap, dat pakte mij meteen. Na de publicatie van haar boek kreeg Sinkeler heel veel reacties van lezers. Vooral negatieve reacties waren haar aan de orde van de dag. Nu, 4 jaar later, krijgt ze veel meer positieve reacties. In 2018 zal ik u vertellen dat de afgelopen 4 jaar de wereld is veranderd. En dat het woord sexy voor een heleboel dingen nu opeens gebruikt wordt waar het vroeger ook net dan was. Dus waarschijnlijk heb ik toch een beetje invloed gehad. Ja, maar daar heeft het niks mee te maken. Want dit heeft niks... Ja, klopt. Maar dit heeft niks te maken met seksualiteit en seks. Maar alles te maken met, is een leider aantrekkelijk of niet voor ons? Is het leiderschap wat die persoon laat zien? Ruth Sinkeler, schrijver van het boek Sexy Leiderschap. Zij heeft het boek afgelopen woensdag gepresenteerd in Tori Oso tijdens de reguliere woensdagavond van schrijversgroep 77.